Een bankier geeft leiding aan een bank of financiële instelling. Een bankier houdt zichzelf voornamelijk bezig met de financiële dienstverlening van een bank. Een bank is een financieel instituut wat diverse diensten aanbiedt: zoals de bewaring van geld, het verzorgen van de handel in vreemde valuta, het verstrekken van leningen en het regelen van betalingsverkeer. Daarnaast houdt een bank zich onder andere bezig met het plaatsen van emissies van obligaties en aandelen voor ondernemingen en overheden, het regelen van het vermogensbeheer voor derden, het handelen in effecten voor de eigen bankrekening en het afhandelen van financiële transacties op de beurs. Bovendien geven banken advies over al deze gebieden. Banken zijn actief op zowel de geldmarkt als de kapitaalmarkt. De ene bank is gespecialiseerd, terwijl de andere bank diensten aanbiedt die betrekking hebben op verschillende takken van financiële dienstverlening. Wanneer er over de primaire functie van een commerciële bank gesproken wordt, wordt er gesproken over het verstrekken van geldleningen tegen een daarbij behorende rente. De omzet van banken en andere financiële instellingen komt voornamelijk vanuit het aannemen van geld en het meermaals uitlenen van dit geld omdat banken zich met allerlei zaken bezighouden, kunnen de werkzaamheden van een bankier zeer uitlopend zijn. Een bankier kan dan ook verschillende taken op zich nemen. Zo kan een bankier verantwoordelijk zijn voor vermogende particulieren, maar ook voor grote zakelijke klanten of voor de financiële producten van MKB-klanten. Een bankier kan dus verschillende rollen vervullen binnen een bank of andere financiële instelling. Een bankier kan niet aangemerkt worden als bankierder. Een bankierder is namelijk een privépersoon die zijn of haar eigen bankzaken regelt.